Ik ben Luna en ik kom vandaag zeeën knippen. Goed doen! Hé, je komt gezellig allemaal in het water staan. Niet te ver, hè, want anders lopen je laarzen zo vol. Nou, wat leuk dat je vandaag hier bent. Ben je zo nieuwsgierig naar zeewier? Ja. Nou, we hebben er genoeg van hier. Bijvoorbeeld deze. Ja. Kijk, ik hou hem even onder water. Ja. Want als ik hem loslaat... Het ziet er echt uit als een zeeaardappeltje. Maar het is een zeewier. Een bruinwier is het. En hij groeit als een bolletje. Je hebt zeewier echt in zoveel vormen. En dan hebben ze ook nog verschillende kleuren. Die is ook zo mooi. Ja. Dan hebben we drie kleuren. Ja. En welke kleuren zie jij? Groen, rood en bruin. Ja, rode wieren, groenwieren en bruinwieren. Ja. Die groeien hier dus in Nederland. Zullen we samen nog even op een ander plekje kijken? Ja. Ik weet nog een heel mooi poeltje, neem je die lekker mee? Kijk, daar een klein visje, een heel klein iets. Ja, dat is een klein kreeftje. Want je moet je voorstellen dat die wieren, dat zijn eigenlijk de bomen van de zee. Kom. Als je handen erin stopt, zijn dit de eerste dieren die komen kijken. Van, hey, en bang zijn ze niet. Wat goed gezien van jou. Wat je wou laten zien, kijk. Dit is dat andere wier met die vruchtjes. Ja. Kijk, en deze vruchtjes, die vind ik echt super lekker. Wat zeg je ervan? Lekker. Nou, alles weer netjes achtergelaten. Dan kunnen we verder. Je kan heel veel uit zee eten, maar je kan niet zomaar alles in je mond stoppen. Dan moet je er wel wat vanaf weten natuurlijk. Hé, hey, oppassen! Ops! Het lijkt net kraaltjes. Ja, inderdaad ja. Het heet Japans bessenwier. Ja. En als jij deze kan nou eens vastpakt... Je kijkt al wat een wier dat is. Ja. Super, hè? Ik zie deze ook heel vaak bij het Veerse Meer. Ja, daar groeit hij ook. Weet je wat we hiermee kunnen doen? Nee. Koekhappen. Kijk, dan pak je zo'n wier en dan... Ik vind het lekker. Kijk. Een zeerokje. Ja. Had je die alles gemaakt? Nee. Ah. Ja. Maakt wel een leuk geluid ook. Ja. Echt zeewiergeluid. Dat kan alleen zeewier maar doen. Ja. Oké, okay, nou hebben we echt wel genoeg. Ja. Nou, dan heb ik nog hier een joekel van een zeewier. Tillen we maar uit. Ja. Ben je lang genoeg? Krijg je hem nog verder omhoog? Oeh, oeh. Moet ik hem vasthouden? Want hij is, ja. Want hij is wel zwaar. Maar kan jij hem even goed voelen? Een beetje glibberig. En ook een beetje een soort blaadjes. Het is wel grappig van zeewier. Want zeewier is geen plant. Het zijn ook geen dieren. Het is eigenlijk helemaal... Het zijn eigenlijk wezens. Veel meer leuke dingen mee doen. Glas, dan kookt water. Nu wordt hij ineens heel groen. Hij wordt ineens heel groen. En wat ook nog leuk is, als je er een beetje in klimt. Wow, wat gebeurt er in jouw hand nu? Dit is jouw zonnebrandcrème. Ook tegen wondjes trouwens. Of als je een jeukje hebt, kan je dit ook opsmeren. Dit is echt super slijm. Die oester gaat open en dicht. Echt waar? Ja. Oh ja, verhip. Dat is een levende oester. Kijk erbij. Ja. Hups. Zo, dat was het laatste water nog even uit. Hij is volgens mij super blij dat je hem gaat vrijlaten.
Lekker weer vrij de zee. Ja. Roshi. Nou, dank je wel dat je hier was. En je mag je schatten meenemen.